De stichting Baby Mamas Club heeft vanmorgen een wandcommode of babyplankje geschonken aan de RGD Poli te Latour. Met de wandcommode kunnen ouders hun kindjes veilig en in alle discretie verschonen, zegt Sharon Crawford, voorzitter van de stichting. De Baby Mamas Club is een organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met projecten voor moeders, aanstaande moeders, vrouwen met een kinderwens en aan hun gerelateerde groepen. Dat geeft Crawford aan. We zijn op het idee gekomen nadat ik als moeder zelf heb geconstateerd dat bij de RGD je kindje dus gewoon op je schoot zou moeten verschonen. Er is dus niet echt een plekje waar je dat zou kunnen doen. En dat kan voor ongerie zorgen voor mede-poliebezoekers. Ik heb dus toen dat besproken met de rest van het bestuur. De RGD van zulke babyplankjes te voorzien, zodat ouders hun kindjes in alle privacy en rust kunnen verschonen of opfrissen. De rest van het bestuur was het direct mee eens. We zijn toen op zoek gegaan naar een sponsor en we hebben in Simextra dus toen een sponsor gevonden. Crawford zegt verder dat de stichting ernaar werkt dat alle RGD-polies van het land over een van deze wandcommodes kunnen beschikken. Momenteel hebben RGD Meerzorg en RGD Lelydorp zo'n plankje. We doen ons best. De babyplankjes kosten wel wat. Dat moeten we wel aangeven. Ze worden uit het buitenland gehaald. En we hebben sponsoren voor nodig. Dus we hopen dat nadat andere sponsoren dit hebben gezien, eventuele sponsoren natuurlijk, dat ze ons ook benaderen en ook zo een plankje willen sponsoren. Het is een gemeenschapsproject en als organisatie proberen we dus zoveel mogelijk terug te doen. Tot zover Sharon Crawford, voorzitter van de Baby Mamas Club. Ze sprak vanmorgen na de overdracht van een wandcommode aan de RGD Poli te Latour.